Hoe bekend New York Pizza ook is, als het merk geen reclame maakt, zakt de omzet in. Zo werkt het spel nu eenmaal. Met een nieuw logo en een nieuwe merkstrategie en een nieuwe fotografie en een nieuwe uitstraling. Ja, daar zijn we allemaal heel erg hard mee bezig. Dus moet het marketingteam onder leiding van Jorine elke dag weer vol aan de bak. Met billboards. Met bannering op talloze websites. En af en toe met een fantastisch project. Zoals de sponsoring van het RTL-programma The Voice. 2 weken geleden hebben we de eerste aflevering gehad. Waar we ook zeg maar, echt in zaten. Pizza jam sessies na afloop zeg maar, van iedere live show van The Voice of Holland. En dat zijn echt onze jam sessies waarbij we een aantal branding momenten hebben. Jorine werkt inmiddels 7 jaar bij het bedrijf. En weet na al die jaren precies wat wel en wat niet werkt. Wat is het geheime recept van New York Pizza? Wat ons nou echt onderscheidt is ons imago dat we uit New York komen en dat onze roots zijn. Men bedenken een ijzersterke merknaam. We hebben het ook over L.A. Pizza gehad, maar dat vonden we een Golden Gate, maar dat is meer een Chinees restaurant, en Boston Pizza. Maar uiteindelijk de gaafste stad ter wereld met die naam. Ja, dat werd de New York Pizza uiteindelijk. In New York is alles net even groter en brutaler en op het randje. En heeft iedereen een attitude. En dat is ook wat in ons merk verankerd zit. Een hele sterke naam dus. Maar wat nog meer? Nou, reclame die op het randje zit of net daaroverheen gaat. Waar is de pizza? Daar is de pizza! In de beginjaren was New York Pizza stout. Af en toe ging het merk bewust net over de grens. Zoals met de lekkerste pizzadozen reclame. Een woordspeling waar niet iedereen blij van werd. Het regende klachten bij de reclamecodecommissie. Brutaliteit eigenlijk zit nog steeds in het merk verankerd. Dus hè, wat we een paar weken geleden dat we een rendierpizza introduceren met de kerstdagen. Dan proberen we gewoon een beetje lol te maken. Nieuw bij New York Pizza. Het merk te laden met leuke dingen. Rendierpizza. Met echte stukjes rendier. Een beetje rumoer is goed voor het merk. Het bedrijf is nu een stuk verder en zal minder snel de grens opzoeken. Sponsoring van het RTL-programma The Voice is wat veiliger. Er zijn maar een paar merken die met zo'n groot programma kunnen werken. En het is natuurlijk geweldig om dat als marketeer, zeg maar, dat je daar... Hè, dat is een soort van ultieme doel om dat te kunnen doen met je merk. Puur focus op naamsbekendheid en top of mind awareness, dat is heel belangrijk. En dat is ook het doel, zeg maar, van dit sponsorship. En het derde ingrediënt? Gewoon heel hard werken en zichtbaar zijn. Wij zien gewoon van als je actie voert, dan reageert de klant daarop. Dus als je zichtbaar bent en als je er dan ook nog een call to action in verwerkt, dan krijgen wij die klant binnen. En als je niet investeert in je merk, dan wacht je het lot van bijvoorbeeld V&D. Dat merk is gewoon langdurig kapot gemaakt door niet te innoveren. En ik ben naar die nieuwe V&D toegegaan in Leiden. Ik vond het food echt fantastisch. En ik ben naar binnen gelopen. Wat zou ik nou mee naar huis nemen als het allemaal gratis was? En ik zou met lege handen naar buiten zijn gegaan. Er was niets wat ik wilde hebben. Gratis. Ja, ik bedoel, je moet wel een beetje begeerlijk blijven voor... Heleboel doelgroepen. Pizza's verkopen, de broer van Philippe had het in de Verenigde Staten goed gezien, is een industrie. Je moet als bedrijf echt alles goed doen om marge te kunnen maken. Een van de geheimen van het succes is het franchise-model. Er zijn merken waarbij de eigenaar werkt met bedrijfsleiders. Maar dat past niet bij New York Pizza. Je moet wel op tijd je winkeldeur open doen en die mensen moeten een mooie pizza krijgen en die skills. Als dat allemaal goed zit, dan kan je gaan praten over de next step. En als je dat met elkaar doet, ja, dan krijg je weer die groei. Dat je jonge jongens ziet die gewoon een paar honderd man personeel hebben en het gewoon beter kunnen runnen dan wie dan ook. Die kunnen ons ontzettend veel leren en dat is enorm leuk. Maar wat verdient de gemiddelde franchise-nemer eigenlijk? En hoe gaat dat in zijn werk? De opstartkosten bedragen €180.000. Een deel van dat bedrag, ongeveer €40.000, zal de ondernemer zelf moeten inbrengen. There's no such a thing as a free ride. En als je dus geen eigen geld zou hebben, dan is de free ride. Je moet risico nemen als ondernemer. Een gemiddelde vestiging draait ruim €500.000 omzet. Als franchise fee draag je 6,5% van de omzet af. Daarbovenop draagt de ondernemer nog bij aan de landelijke marketingkosten. Dat is 3,5% van de jaaromzet. Zo'n 10% van die omzet gaat dus naar het hoofdkantoor. Als de ondernemer het vervolgens goed doet, kan hij een aardige winst overhouden. Na aftrek van zijn personeelskosten uiteraard. Want je hebt wel aardig wat medewerkers nodig op de piekuren. Het eerste jaar heb je de laagste omzet.
de hoogste kosten en de aanloopkosten. Dan verdien je niet zoveel. En volle afschrijvingen nog in die winkel. De gemiddelde omzet van onze winkels is bijna verdubbeld als je 2010 naar nu kijkt. Dus dat is een enorme groei geweest. En die, ik denk dat die dit jaar over de 5,5 ton gemiddelde omzet is. Ja, en daar kan je gewoon heel goed geld verdienen. Want break-even ligt een beetje op 2,5 ton. We ontmoeten eerder al Stefan en Franklin, die onder andere in Volendam en Purmerend goede zaken doen. We steken ons licht ook op bij de 28-jarige Peter, die een aantal eigen zaken heeft in onder meer Ede, Veenendaal en Arnhem. Wij hebben met 6 vestigingen afgelopen jaar 4,5 miljoen omgezet. Wij investeren heel veel in de winkels op dit moment, zodat we kunnen groeien. En dat is voor mij belangrijker dan veel geld verdienen. Een gemiddelde pizzawinkel draait ongeveer een 500.000 euro omzet per jaar. Een goede ondernemer kan het verschil maken. We gaan in het gebied van Arnhem nog 2 winkels openen. Dat gaat dit jaar nog gebeuren. Dus daar ligt voor mij nog een hele uitdaging. En als er daarna nog een mooie uitdaging komt, dan zou ik hem zeker met 2 handen aanpakken. Philippe gaat in deze serie ook in gesprek met andere ondernemers. Heb je een vraag over je eigen bedrijf en wil je die met me delen, dan geef ik jou mijn eerlijke mening.